Hallo en welkom terug op het kanaal van Aquarium Sunshine's Valley. We gaan het vanavond hebben over UVC-filtering. En meer bepaald over 5 feiten en 5 fabeltjes over die UVC-verlichting. Ja, dat klopt. We gaan er direct in vliegen. Goed, we gaan het vandaag dus hebben over het gebruik van UVC-lampen in een aquarium. Misschien even heel kort zeggen wat UVC-lampen zijn voor de mensen die het nog niet weten. We gaan eigenlijk water door een UVC-lamp gaan sturen en het UVC-licht zorgt ervoor dat er van alles gebeurt met dat water. Wat er precies allemaal gebeurt, daarvoor zou ik voorstellen om even wat opzoekwerk te gaan doen. Ik ga een aantal dingen aanhalen, maar zeker niet alles. UV-lampen voor een aquarium variëren meestal tussen de 4,5 watt en 55 watt, afhankelijk van de grootte van uw aquarium. In de vijver wordt er heel vaak tot 75 watt gebruikt, maar er bestaan UV-lampen die gaan tot 400 watt. Als u uw opzoekingswerk doet, dan zal u ook merken dat er twee verschillende types bestaan, het inline systeem en het buissysteem. Er zijn verschillende UV-lampen uitgerust met een spiraalvorm. Die spiraalvorm zorgt ervoor dat uw water eigenlijk langer blootgesteld wordt aan het UV-licht en daardoor ook veel efficiënter gaat gaan werken. Het aantal liter die op de verpakking staat van de fabrikant kan in sommige gevallen wel gebruikt worden, maar zelf ben ik veel meer voorstander van UV-lampen en daardoor ga ik iets andere regels gaan hanteren. Ik geef altijd als gouden raad, maar het is zeker geen must, ik geef als gouden raad: bij een zeer zware bezetting van een aquarium of bij gevoelige vissen gaan wij 1 watt UV per 10 liter aquariumwater gaan rekenen. Bij minder grote bezetting en bij iets minder gevoelige vissen zeg ik altijd 1 watt per 15 liter aquarium. Dus in het laatste geval een aquarium van bijvoorbeeld 300 liter, daar kunnen wij gaan kijken naar een UV-lamp van 20 watt. We gaan beginnen met de feiten, maar u zal merken dat die vaak door elkaar lopen met mythes. Een eerste feit is dat nuttige bacteriën niet beschadigd worden door de UV-lamp en uw filter. De nuttige bacteriën, de weinige nuttige bacteriën die in uw water zitten, die worden wel beschadigd, maar dit gaat over slechts 4-6% van uw bacteriën. Dus de nuttige bacteriën, de bacteriën die ervoor zorgen dat onze nitrificatie plaatsvindt, die zitten voornamelijk in ons filter, op onze planten, in onze bodem, aan onze wanden enzovoort enzovoort. Deze passeren niet aan het UV-licht en gaan dus niet beschadigd worden door het UV-licht. Een tweede feit is zweefalg. Zweefalg smelt als sneeuw voor de zon als die passeert door een UV-lamp. Hierdoor kunnen we vaak spectaculaire resultaten zien. Ik neem erbij het voorbeeld van Simon Thijs. U ziet hier nu een foto voor, tijdens en na de behandeling met UV-lampen. Verder is er niets aan het aquarium veranderd, het is enkel de inbreng van een UV-lamp. Een derde feit is het feit dat UV-licht, meer specifiek UVC-licht, kanker veroorzaakt. Dit klopt volledig. Maar doordat die bij ons in dit geval in een buis verwerkt zit, komen wij eigenlijk niet in contact met het UVC-licht. Soms zijn er pijlglaasjes voorzien, maar deze glaasjes gaan een groot deel van het UVC-licht gaan filteren en eigenlijk zie je enkel alleen een blauw licht. Het is weliswaar belangrijk natuurlijk dat u niet rechtstreeks in het licht gaat kijken als deze uit de tube is, want dan is het inderdaad kankerverwekkend, zeer slecht voor de ogen enzovoort. Een vierde feit is het feit dat UVC-licht ervoor zorgt dat parasieten doodgaan die passeren aan het UVC-licht. Dit kan direct gebeuren of indirect gebeuren, bijvoorbeeld door het zodanig gaan beschadigen van de parasieten dat zij niet verder kunnen voortplanten en bijgevolg dat de levenscyclus doorbroken wordt. UV-licht is dus de beste manier om rondzwevende parasieten en bacteriën te gaan doden. Een vijfde feit is het feit dat UVC-licht nitraat omzet naar nitriet, nitriet omzet naar NO, om uiteindelijk omgezet te worden naar N2 en H2. Het zal dus je nitraat gaan verminderen, maar niet zonder bijmerkingen, namelijk die NO2 bijvoorbeeld. Er dient echter wel een grote kanttekening bij te komen dat dit echt in bijzonder weinige mate is. We gaan over naar de fabeltjes of de mythes die rondom UVC-licht heersen. Een eerste fabel is dat UV-licht niet langer dan 4-8 uur per dag mag aanleggen. Dit is dus een fabel. Eigenlijk had ik in het eerste feit al gezegd waarom dit een fabel is. Er werd plots gezegd dat UV-licht slechts 4-8 uur per dag mocht aanleggen, omdat dit nadelig zou zijn voor uw nuttige bacteriën. Ik heb daarnet gezegd dat nuttige bacteriën die in uw filter en dergelijke meer zitten totaal niet beïnvloed worden door het UVC-licht.
Bij mij leggen de UV-lampen 24/7 aan. Het is wel zo dat het kan zijn dat het meer dan voldoende is dat het 4 tot 8 uur bij u specifiek in het aquarium brandt. Maar het mag wel degelijk langer dan die 4 tot 8 uur. Dus daarom is het een fabeltje. Een tweede hardnekkige fabel is de fabel dat uw vissen zouden kunnen genezen van parasieten of bacteriën dankzij UVC-licht. Dit klopt absoluut niet en ik verwijs opnieuw naar het eerste feit die ik daarnet heb opgesomd. Enkel de bacteriën die rondzweven en enkel de parasieten die rondzweven door uw water en die dus door uw UVC-filter gaan, zullen worden gedood door het UVC-licht. Dus niet de parasieten of bacteriën die aanwezig zijn op uw vis. Uw vis zal dus niet genezen van bijvoorbeeld parasieten omdat er UVC-licht brandt in het aquarium. En gekoppeld aan de tweede fabel komt de derde fabel boven water. Men zegt namelijk vaak dat uw vissen veel vatbaarder worden voor ziektes doordat zij continu steriel gehouden worden. Dit is absoluut een fabeltje. Het is niet omdat uw vissen gehouden worden in water waarin bijzonder weinig parasieten en bacteriën aanwezig zijn, dat zij daarom direct veel vatbaarder zouden zijn voor ziekte. U kunt hier als voorbeeld nemen iemand die zich volledig gaat gaan isoleren van de wereld en dus niet in contact komt met externe ziektes en dergelijke meer, zal niet per se automatisch veel meer ziek zijn. Hij wordt namelijk niet blootgesteld aan ziektes. Intussen tijd krijgt deze persoon de kans om aan te sterken en om zijn immuniteit aan te sterken. Dat is precies hetzelfde bij onze vissen. Doordat zij geen energie moeten verspillen aan het weren van parasieten en bacteriën, hebben zij de volledige kans om hun immuniteitssysteem volledig op punt te gaan zetten. Als ze dan achteraf toch zouden ziek worden, dan hebben zij een veel betere immuniteit. UVC-lampen worden ook gebruikt in waterzuivering. Ons water wordt of werd vroeger gezuiverd onder andere door UVC. Het is niet omdat wij van dat superzuivere water zonder parasieten en bacteriën drinken dat wij daarom per definitie veel vatbaarder zijn voor ziektes. Een vierde fabeltje is namelijk dat algen op planten en bijvoorbeeld decoratie zouden gaan verdwijnen dankzij het gebruik van UVC-licht. Alweer om dezelfde reden is dit een fabeltje, namelijk enkel wat passeert langs het UV-licht zal beïnvloed worden en dus enkel de algen die bijvoorbeeld rondzweven zullen vernietigd worden door het UVC-licht. En een vijfde en laatste fabeltje is het feit dat UVC-licht zou plantenmest afbreken. Dit klopt niet. Het zal hooguit enige invloed hebben op de chelatoren die bijvoorbeeld ijzer gaan beschikbaar maken voor planten. Dit wil niet zeggen dat het ijzer niet meer kan opgenomen worden door de planten, maar wel in verminderde mate. Het kan dus zijn dat u iets wat meer gaat moeten bijdoseren. In dezelfde lijn is het wel zo dat de redox verhoogd wordt van uw water en dat uw water een stuk meer helder wordt. Meer helder wil zeggen meer licht op uw planten en dus een betere plantengroei. Als men natuurlijk zorgt dat men af en toe wat extra plantenmest gaat gaan bijdoseren. Zo, dit waren de 5 fabeltjes en de 5 feiten rondom UVC in het aquarium. Maar ik zou er toch graag nog een aantal persoonlijke meningen bij geven. Ik ben namelijk van mening dat een UV-lamp in een aquarium altijd een voordeel is voor elke aquariaan of eigenlijk dus elke vis. Er zijn een aantal nadelen aan, dat klopt, maar de voordelen wegen veel harder door dan de paar weinige nadelen die eraan verbonden zijn. Ik raad iedereen dus aan om UVC te gaan voorzien in zijn aquarium. Ik heb hieronder een aantal UVC-verlichtingen gelinkt. Moest u op zoek zijn naar een UVC-verlichting voor uw aquarium, dan staan hieronder een aantal types van UVC-verlichting waar ik persoonlijk heel tevreden over ben. Zo, bedankt voor uw aandacht en tot de volgende video.